Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. In de VS trokken de indices rond een procent aan in aanloop naar een week vol van bedrijfcijfers. En ondertussen blijven de macrocijfers boven verwachting goed liggen, vooral in Amerika. En daar vielen wel de tech-aandelen met de notering in Hongkong voor terug. Alibaba, Baidu, JD, dat komt bijvoorbeeld met 13%. De hele sector vreest de toren van Xi Jinping. En Tesla bleef redelijk liggen na de prijsverlagingen in China. Analisten voorzien een prijzenslag tussen producenten van elektrische voertuigen, zeker nu de onderdelen stroom weer langzaam op gang komt. En tussen de middag vandaag komen onder andere Coca-Cola, General Electric en UPS met de cijfers, Nabeurs, Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa. Ondertussen bleven vanmorgen de Chinese markten onveranderd liggen na de grote klap van gisteren. Vooral de technologieaandelen binnen de Hang Seng-index zorgden voor een schokgolf wereldwijd. En ook vanmorgen was er een hectische handel en vlogen de koersen aanvankelijk nog alle kanten op. Beleggers proberen in te schatten wat de impact gaat worden van nog eens vijf jaar beleid van Xi Jinping. Alleen de Nikkei wist uiteindelijk 1% hoger de dag af te sluiten. Andere indices bleven dus onveranderd. De futures in Amsterdam duiden vanmorgen ook op een wat hogere opening. Randstad verslaat de verwachtingen en ziet over Q3 de omzet met ruim 10% aantrekken. Operationeel liep de winst wel uh, st uh, stevig op tot 336 miljoen en een marge bedraagt 4,8%. En dat was weer beter dan de 4,5% verwacht door analisten. De netto winst trok aan van 199 tot 230 miljoen en desondanks wordt er geen concrete outlook afgegeven voor Q4. Wel ziet men een lichte daling van de vraag bij klanten. Rolf Hamers is blij met de prestaties van UBS. Zoals verwacht lag de winst onder druk, maar minder dan vooraf werd verwacht. Alle belangrijke ratio's zijn dik op orde en er werd niets toegevoegd aan de stroppenpot pakt onderzoekt een mogelijke uitbreiding van ammoniakactiviteiten in Singapore. Ammoniak speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Op de agenda vandaag IVO ondernemersvertrouwen uit Duitsland. We hebben Kees Schiller Huizenprijsindex en Consumentenvertrouwen van de Conference Board uit de VS. En bij de analisten verlaagt Deutsche Bank het koersdoel op UMG naar 25, handhaaft het koopadvies. Jeffries en J.P. Morgan zetten Philips op verkopen, respectievelijk 1140 en 1880. Dat laatste valt dus nog wel mee. UBS zet ASML op kopen, koersdoel 660. En UBS zet Unilever op verkopen. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.